Goedenavond allemaal, mijn naam is Ulk Herriëtje. Ik ben lid van de communicatie, maar wij zijn verantwoordelijk voor de communicatie voor Nederland. Daarnaast ben ik officieel spreker voor SkyWorld Community en ik ben professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter en daar kom ik later in deze presentatie op terug. We hebben op dit moment te maken met een klimaat dat erg snel verandert. Droge zomers, natte winters, hoe je het wil noemen. Hoe het ook zij, het is een bepaald cyclus die de wereld natuurlijk om zoveel tijd afneemt. Of afdraait, moet ik zeggen. Maar goed, dat wil niet zeggen dat het niet van hinder zou kunnen. Dat het ons niet van hinder zou kunnen voorzien. We hebben er wel degelijk hinder van. Er worden wel degelijk producten ontworpen om het klimaat, om de opwarming van het klimaat iets tegen te gaan. Sommige ideeën zijn goed, sommige ideeën zijn wat minder goed. En een van de personen die dit ook heeft gezien is medio 1978 van de vorige eeuw. Begonnen om zijn idee vorm te geven en te visualiseren. En inmiddels te creëren tot wat wij nu kennen. En wat we zo meteen ook in de presentatie gaan zien. Voor de ouderen onder ons, die zullen het inderdaad kennen. Voor de nieuwe mensen die aansluiten bij deze presentatie. En voor wie het de eerste presentaties die zij zullen zien. Ik zal jullie stapsgewijs meenemen in wat het idee is en waarvoor mensen jullie hebben benaderd, zodat jullie ook een betere indruk kunnen krijgen. Als ik terugga naar het verhaal van de opwarming van onze aarde, dat is iets wat niet nieuw is en wat ik net al aangaf. Sinds 1978 is Anatoly Yunitskiy, geestelijk vader, CEO, general designer van Yunitskiy String Technologies, begonnen om zijn idee te visualiseren. Hij heeft destijds ook gezien dat onze aarde opwarmt, dat we eigenlijk onze aarde aan het uitputten zijn. Dat wil zeggen dat alle aardse materialen die wij nu nodig hebben om goed te kunnen functioneren, die raken een keertje op. De vraag is groot en dat de aarde zelf weer kan herproduceren. Dus Anatoly Yunitskiy is begonnen met een idee te creëren. En wat is zijn idee? Zijn idee is eigenlijk heel simpel om iets te creëren wat beter is voor de natuur, wat zorgt voor een milieuvriendelijke situatie, waarbij de aarde eigenlijk weer tot zijn oorspronkelijke vorm, of nagenoeg tot zijn oorspronkelijke vorm, terug zou kunnen keren. Anatoly Yunitskiy is op het westelijke hoofdfront een zeer onbekend persoon, maar hoe oostelijker je gaat, hoe bekender Anatoly Yunitskiy is. Hij heeft een x-aantal boeken geschreven, heeft meer dan 200 uitvindingen gedaan, heeft daarvoor ook onderscheidingen gekregen en ik kan de lijst met wat hij heeft gewonnen of gekregen en zijn verdiensten alleen maar groter maken. En dit is Anatoly Yunitskiy. Anatoly Yunitskiy werkt natuurlijk niet in zijn eentje, want dat gaat niet meer. Maar al het werk wat hij heeft verricht in het verleden en wat hij nu aan het verrichten is, dat wordt natuurlijk vastgelegd. Dat betekent dat de concurrentie niet met zijn ideeën er vandoor kunnen gaan. En dit zijn een x-aantal van zijn patenten die wij inmiddels nu van ons kennen, die de nieuwe mensen onder ons misschien nog niet kennen, maar je moet je goed voorstellen, en moeten vind ik een heel vervelend woord, maar het is goed om jezelf voor te stellen dat op het moment dat hij iets ontwerpt, dat het ook daadwerkelijk werkt, dat het beschermd is. Dus dat betekent dat de concurrentie vanuit China er niet mee vandoor kan gaan. En dit geldt voor zowel de modules die Yunitskiy heeft ontworpen, maar ook voor kleine details in die modules. Dus dan kun je denken aan de motorwielen en aan hele kleine details waarvan je misschien zoiets hebt van, nou, dat zal ongetwijfeld niet vast zijn gelegd, maar in feite is alles vastgelegd. Dan rijst natuurlijk ook altijd de vraag van hoe zit het dan met de Europese Unie? Is de Europese Unie niet op de hoogte van het bestaan van Yunitskiy String Technologies? Hoe zit dat dan? Nou, zij zijn wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Yunitskiy String Technologies. Op deze sheet zien jullie een certificaat rechtsonder met een ja-vinkje erin. Deze is afgegeven door de Europese Unie te Brussel. Dus zij zijn wel degelijk op de hoogte van het bestaan van dit bedrijf. Dan heb je natuurlijk altijd de vraag van wat maakt dan dat zij nu niet in zee gaan met zo'n goede organisatie. Yunitskiy String Technologies is een nieuwkomer en op dit moment is er helaas maar waar niet veel plaats voor nieuwkomers. De Europese Unie verplicht in feite landen om afspraken te maken met bestaande fabrikanten van transportsystemen en die dan ook na te komen. Dus dat betekent voor een nieuwkomer als Yunitskiy String Technologies dat zij eigenlijk gebaat zijn bij private instellingen die met hun in zee willen gaan. Maar goed, het is een goed teken dat zij weten wat Yunitskiy String Technologies inhoudt, dus zij zijn op de hoogte. Dus ik sluit ook niet uit dat in de nabije toekomst we in West-Europese landen iets zullen zien van Yunitskiy String Technologies. En hoe dat er dan uitziet, dat is dan een grote verrassing. Maar daar zullen we wel degelijk iets van gaan zien. Daarnaast is Yunitskiy String Technologies inmiddels geen normaal bedrijf meer, maar het is inmiddels een wetenschappelijk bedrijf. Dus dat wil zeggen dat zij een
Ik ga een sheet vooruit, zie ik. Unity Screen Technologies is naast wetenschappelijk bedrijf ook een bona fide bedrijf. Dat wil zeggen dat welke instantie wereldwijd dan ook met een gerust hart zaken zou kunnen doen met Unity Screen Technologies. Dit staat in een internationale database, dus bedrijven kunnen dit ook terugvinden. Dan komen we hier op het stukje van wetenschappelijk bedrijf. Ik was dus een sheet in mijn enthousiasme tevoren. Maar zij zijn inmiddels een wetenschappelijk bedrijf, dus ze hebben ook deze licentie gekregen. Dat betekent in feite dat voor deze start-up, die mensen hebben ondersteund, dat het alleen maar positieve uitwerking heeft. Dus we gaan inmiddels van een normaal bedrijf naar een wetenschappelijk bedrijf. Alles wat Unity String Technologies met zijn team van engineers ontwerpt, is wetenschappelijk. Is science, het is het nog niet. Het moet getest worden en uiteindelijk kom je dan op een stukje wetenschap. En hier hebben we dan Unity String Technologies op een foto zoals het eruit ziet. Zoals hij het heeft bedacht. En dat is eigenlijk heel simpel. Ik verplaats het transport van het eerste naar het tweede niveau. Zodat er op het eerste niveau meer ruimte overblijft voor de natuur. Daarnaast heeft het nog een aantal andere voordelen. Zoals jullie kunnen lezen in de tekst. Maar als we naar de foto kijken, dan zien we hoe dat eruit ziet. En wat zien we dan? Meer ruimte voor natuur. En het transportsysteem wat zich bevindt op het tweede niveau, wat dus geen hinder zal opleveren voor mens en natuur, omdat we rustig kunnen doorlopen en dat de beesten in een bepaald leefgebied leven, rustig kunnen leven. Daarnaast heeft het natuurlijk nog veel meer voordelen. Het is een goedkopere manier van reizen voor zowel passagiers als goederen van A naar B. Daarnaast is het een goedkopere manier om te implementeren. Dus zowel in niet bestaande infrastructuur als in bestaande infrastructuur is goedkoper om dit te implementeren. En zo kan ik de lijst alleen maar langer maken. Het is CO2-neutraal, milieuvriendelijk en energiezelfvoorzienend. In het verleden heeft men ook al geprobeerd om dergelijke systemen te implementeren. En in een aantal steden is dat ook gelukt. Alleen het is niet te vergelijken met Unity String Technologies. Maar in de Duitse stad Wuppertal is er dus een transportsysteem wat zich bevindt op het tweede niveau. Waardoor dus de transport voor passagiers in dit geval van de begane grond verplaatst is naar het tweede niveau. Zoals ik net al zei, het is niet te vergelijken. Maar goed, de eerste stappen zijn destijds ook al gezet. Het ziet er leuk uit. En sommigen zullen zeggen, het ziet er plots onsierlijk uit en daar kan ik me ook in vinden. Maar goed, wie ben ik? Ik ben hier op dit moment om jullie wegwijs te maken in het verhaal van Unity String Technologies. En als ik dan mijn verhaal verder ga vervolgen, dan zien we twee foto's aan de onderkant van jullie sheet. En het zijn bestaande verkeerssituaties wereldwijd. In sommige steden doen mensen er om van de ene kant naar de andere kant te komen en meer dan 3 uur over. En dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Steden groeien, steden slippen dicht, de economie groeit, maar de economie stremt zichzelf ook weer. Er is heel veel smogvorming. Denk bijvoorbeeld aan New Delhi, India en andere grote steden. Stel je voor dat je nu de transportsystemen van Unity String Technologies zou implementeren in die twee onderste foto's. Dan kun je in ieder geval al de vrachtwagens van de weg halen en ook een hele hoop verkeersauto's uit het verkeer halen. Dus dat betekent dat je zou kunnen zorgen voor een betere doorstroming. Unity String Technologies wordt veelal vergeleken met kabelbaansystemen. Nou, dat is compleet niet het geval. Een kabelbaansysteem is veelal een getrokken systeem door middel van twee tandwielsystemen, zowel boven als onderaan een helling, die ervoor zorgen dat de gondels van A naar B zich kunnen verplaatsen. Op het moment dat een storing zich bevindt in een van de twee motorwielen, dan zie je ook vaak dat de gondels niet meer van hun plek afkomen. Daarnaast vinden er ook wel eens rampen plaats met skiliften, waarbij de gevolgen niet zijn te overzien. Maar dat is dus compleet niet te vergelijken met het innovatieve transportsysteem van Unity. En wat is dat innovatieve transportsysteem? Wat maakt nou dat het transportsysteem zo innovatief is? Wel, het transportsysteem is innovatief omdat het zelf kan communiceren, zelf kan rijden, problemen zelf kan oplossen. En er zijn 4 externe motorwielen, oftewel intern, maar ook extern, die onafhankelijk van elkaar kunnen communiceren. Dus als de 3 motorwielen uitvallen, dan is er altijd nog een 4e motorwiel wat kan rijden. Dus dat betekent dat de modules ten alle tijde van A naar B kunnen rijden. Mocht het niet het geval zijn, dan zijn er nog talloze andere situaties waarbij ze dat kunnen opvangen. En dit is een 2D-oppervlak van onze aarde. Onze aarde is eigenlijk een landschap van heuvels en dalen. En op het moment dat wij mensen iets willen bouwen, moeten wij de hele boel egaliseren.
En dat zien wij hier op de tweede foto. We zien op een foto van een stuk grond dat compleet geëgaliseerd is. En als we dan zien, goed kijken, dan zien we dat de dieren letterlijk onder de aarde zijn bedolven. Op het moment dat wij de boel hebben geëgaliseerd, kunnen we beginnen met de bouw. En dat is veelal een fundering, want het moet natuurlijk wel stevig op grondvesten staan. Als de fundering is gelegd, dan zien we dat er uiteindelijk in dit geval een doorsnede van een spoorconstruct op is komen te liggen. En dan zien we een soort drietrapsraket. We beginnen met een stukje aarde, een heel stuk grond gefundeerd of geëgaliseerd. Dan een stukje fundering en dan een stukje daadwerkelijke spoorconstruct. Dus we zien een drietrapsraket en als we dan kijken naar het onderste stukje zien we dat we meer grond nodig hebben gehad dan dat we eigenlijk hebben hoeven te gebruiken. Als we dit vergelijken in het innovatieve transportsysteem van Uniski, wat aan elkaar is verbonden door middel van intermediate supports. Ik zal ze nu pilaren voor jullie noemen. Maar wat we dan direct zien is dat er nog steeds ruimte is voor de oorspronkelijke situatie van ons aardoppervlak. Dus dan zien we dat er nog steeds dalen en heuvellandschap zichtbaar is. Dit transportsysteem van pilaren, oftewel intermediate supports, kan op verschillende spanwijdes van elkaar worden geïmplementeerd. En om je een idee te geven, op het Ecotechnopark in Wit-Rusland hebben ze een stringrail waarbij de intermediate supports op een spanwijdte van 200 meter van elkaar vandaan staan. Ditzelfde geldt ook voor de Emiraten. Daarnaast hebben ze ook andere testbanen waarbij de spanwijdtes eigenlijk minder zijn. Dan kun je denken aan 48 meter, aan 20 meter en noem maar op. In feite is het mogelijk om intermediate supports op een spanwijdte van enkele kilometers van elkaar te implementeren. Dat is nu nog niet het geval. Nu wordt er nog getest op spanwijdtes van 200 meter en straks 288 meter in de Emiraten. Maar je ziet eigenlijk hoe innovatief dat is. En dat daardoor ook meer ruimte overblijft voor de natuur. Dus dat betekent dat de natuur eigenlijk nagenoeg weer tot in zijn oorspronkelijke staat terug zou kunnen keren. Want dit systeem kunnen ze ook op verschillende hoogtes implementeren. Op dit moment is de hoogte op het Ecotechnopark zowel in Wit-Rusland als in de Emiraten ongeveer 13 meter. Maar straks met de nieuwe testbanen zal dat langzamerhand hoger gaan. Dus het is niet alleen dat ze op 5 meter kunnen rijden, maar ze kunnen nu al op 13 meter van de ene intermediate support naar de andere intermediate support rijden. Dit alles moet natuurlijk goed getest worden en op deze sheet zien jullie nog een stukje aardoppervlak met de intermediate supports. Maar wat heel belangrijk is om te vertellen is hoe wordt nou zoiets gemaakt. Nou, op social media circuleren onofficiële foto's rond, dus die heb ik ook niet in mijn presentatie, want ik vind het heel belangrijk om enkel de officiële berichtgeving met jullie te delen. Maar het is leuk om dat proces te zien, want wat doen ze in feite? Ze zetten de intermediate supports op hun plek, daarna spannen ze de kabels en die verankeren ze in de grond. Dus die verankeren ze letterlijk in de grond. Op het moment dat alles op spanning is, dan worden de uiteindes uit de grond gehaald. En die worden verankerd aan zogeheten ankersupports. En een ankersupport is een station en daar kom ik zo meteen in de presentatie op terug. Dus op het moment dat alles op spanning staat, dan is het ook gekoppeld aan een station. Het moet natuurlijk wel getest worden, want je kunt ieder module de markt opbrengen wat niet is getest of wat zou kunnen ontsporen. En dat zouden we ons niet kunnen veroorloven. Dus in de blauwe kader zien jullie het anti-derailment systeem. En dat is het systeem wat zich bevindt onder de witte kap. En dan zien we hoe dat er ongeveer uitziet. Dan zien we dat het aan de zijkant verankerd is. Dat er ook wielen aan de zijkant staan. Zodat de modules niet kunnen ontsporen. Dan hebben we aan de linkerkant van jullie sheet nog een stukje informatie over de doorsnede van de stringrail. In dit geval is dat een stijve spoorconstructie. En aan de binnenkant zien jullie opvulmateriaal, 6 stringrails. En dat geheel wordt natuurlijk bij elkaar gehouden door opvulmateriaal. En natuurlijk de behuizing, want als er geen behuizing onder zit, dan wordt het natuurlijk minder stevig. Dan is er ook nog een stukje contactpunt. En Uniski String Technologies geeft een garantie af van 100 jaar voor dat specifieke stukje. Dus dat is het bovenste stukje waarbij de wielen contact maken met eigenlijk de stringrail. Daarnaast kunnen de modules van Uniski String Technologies ook op een interval van ettelijke secondes achter elkaar rijden. Op dit moment is het zo dat ze dat kunnen doen op een interval van 20 tot 50 seconden. Maar in de nabije toekomst zullen we ervan uit kunnen gaan dat ze dat binnen een paar seconden kunnen doen. Dus mocht er een module zijn met pech onderweg of een probleem hebben, dan zijn achteropvolgende modules of voorliggende modules in staat om met die modules te kunnen communiceren. Zodat passagiers toch op een veilige manier nog altijd van A naar B kunnen rijden.
En op deze sheet zien we twee foto's. Ik begin met het stukje station, want wat leuk is om te vertellen is dat de modules van Unitsky String Technologies die wekken hun eigen energie op. Het is energie zelfvoorzienend, dus zij zijn in staat om ook de opgewekte energie die onderweg is opgedaan af te staan voor stedelijk gebruik. En dat kan gebeuren op het moment dat de module een station binnenrijdt. Dus daar kunnen passagiers uitstappen en mocht het nodig zijn, dan kunnen de modules van Unitsky String Technologies hun energie afstaan. En maakt erin een verdeling van ongeveer 20-80%. 20% is nodig voor zichzelf en 80% kunnen ze afstaan. En aan de rechterkant zien we een foto van de drone. En de drone is in medio 2018 gepresenteerd aan het grote publiek. Ik heb dat persoonlijk zelf mogen aanschouwen. En het is op dit moment wel zo dat de drone ook nog in de testfase zit. Het is de bedoeling dat hij 1500 kilo gaat moeten tillen. Op het moment dat het gedaan is, dan zal hij ook direct worden gebruikt voor het commerciële doeleinden. En op dit moment kan hij een laadvermogen tillen van ongeveer 750 kilo. En dit zijn de drie verschillende type spoorconstructen die we nu hebben. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules eraan hangen. Dan hebben we een stijve spoorconstruct waarbij de modules zowel boven als onderlangs tegelijkertijd er gebruik van kunnen maken. Denk hierbij aan een combinatie van passagiers- en goederenvervoer aan één stringrail, om het heel simpel te houden. En we hebben een flexible stringrail. En het woord flexible zegt het al. Als we naar het plaatje kijken, dan zie je dat het middelstuk gebogen is. En dat de twee stukken bij de intermediate supports altijd hoger zijn. Het mooie van deze spoorconstruct is dat de modules eigenlijk onophoudelijk energie kunnen opwekken. Op het moment dat zij naar het diepste punt zullen gaan, zullen ze energie opwekken. Op het moment dat ze naar het hoogste punt gaan, zullen ze wat energie verwekken. Dan hebben we ook nog een foto van het motorwiel, hoe dat er van de buitenkant uitziet. En nog een foto van de stringrail, hoe dat er van de buitenkant uitziet. En dit is in dit geval een stringrail waarbij de modules eraan kunnen hangen of die gebruikt zou kunnen worden voor de flexible stringrail. Deze zijn tentoongesteld op verschillende beurzen, dus het is een echt bestaande foto. En dit is het motorwiel in actie. Door middel van staal-op-staal wrijving ontstaat er een energievorming. En die energievorming die kunnen ze opvangen in verschillende accu's. En die, wat ik al in een paar sheets eerder aangaf, op het moment dat een module het station binnenrijdt, is het in staat om de opgewekte energie af te staan. Dan hebben we ook wat informatie over de aerodynamica, want je kunt natuurlijk geen baksteen creëren en die op een stringrail zetten en dan ervan uitgaan dat dat dan energie, of dat het ergonomisch goed is. Zo werkt dat niet. Unitsky String Technologies, zoals we hier op de sheet aan de rechterkant zien, is een verfijnd ontwerp. Als we dan kijken naar de sheet, dan zien we dat zowel voor als achter de module geen bindcirculaties ontstaan. Als we dan kijken naar de auto, in dit geval aan de linkerkant van jullie sheet, dan zien we dat het aan de voorkant redelijk oké is. Maar aan de achterkant ontstaat er windcirculaties. En dat betekent dus altijd dat achteropvolgende modules hinder ervan zullen ondervinden. Nou, dat is met Unitsky String Technologies met de modules daarvan niet aan de orde. En dit is de U-Flash in realiteit. De U-Flash is gepresenteerd op het Ecofest van 2019. En hij heeft ook zijn eerste meters gemaakt. Het is een heel vernuftig ontwerp. Het is een ontwerp wat eigenlijk voor veel mensen nog niet te behappen valt. Maar het is op dit moment wel zo dat de U-Flash getest moet worden en dat er een testbaan nodig is van 25 kilometer. En die is er niet. Er zijn op dit moment wel voorbereidingen gaande en onderhandelingen gaande in Wit-Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is nog even afwachten waar de eerste testbaan zal plaatsvinden of worden geïmplementeerd. Maar uiteindelijk zal het in beide landen gaan, omdat er getest moet worden in verschillende weersomstandigheden. En waarom is die testbaan van 25 kilometer nodig? Die testbaan is nodig omdat deze module 10 kilometer nodig heeft om te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer nodig is om op zijn topsnelheid te blijven. En 5 kilometer is nodig om op een ordentelijke manier tot stilstand te komen. Op het moment dat deze module is gecertificeerd, zal dit ook gevolgen hebben voor het stageplan waar wij ons nu in bevinden. Dus dat wil zeggen dat het kan zijn dat wij dan een kleine sprong zullen maken in de ontwikkelingsfase van Unitsky String Technologies en waar we nu mee te maken hebben. Dan is er ook nog wat informatie over een kleinere module, dat is de Unibus U4210. Dit is een module die meer wordt ingezet voor stedelijk gebruik
De U-Flash wordt eigenlijk ingezet om van, als voorbeeld te geven, van Amsterdam naar Utrecht of van Utrecht naar Arnhem, van Utrecht naar Nijmegen, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam, Maastricht. Aan dit soort situaties zou je moeten denken. En de Unibus kun je inzetten bijvoorbeeld van Nijmegen naar Arnhem, Arnhem naar Ede-Wageningen, om het meer bekend te maken, Antwerpen, Antwerpen-Bergen, als ik het goed uitspreek. Dus dat zijn eigenlijk kleinere steden. Dus met die manier probeert Unitsky String Technologies toch de hele markt te kunnen bedienen. En dit is de rolling stock van Unitsky String Technologies, of de rollende voorraad. Maar het Nederlands klinkt een beetje banaal, dus ik hou het even op het Engelse. Alle modules hebben een topsnelheid van 150 km per uur, behoudens de U-Flash, want die kan 500 km per uur. We beginnen deze reeks met de Uniwind. En de Uniwind is een lichtgewicht module en deze biedt plaats voor twee personen. Deze is ook gepresenteerd op het Ecofest van 2018. En op het Ecofest van 2019 heeft hij zijn eerste meters gerold, gemaakt over de stringrail. Dan krijgen we de Unibike. En de Unibike is een module voor 2 tot 3 personen, afhankelijk van de gewenste configuratie. Dit is het eerste geteste en gecertificeerde model van Unitsky String Technologies medio 2016. Dan krijgen we de Unicar U4430T1 en T3. Eigenlijk zijn deze compleet identiek, alleen het grote verschil is dat de ene module plaats biedt aan 6 personen en de andere module plaats biedt aan 18 personen. Nou, de Uniflash heb ik net genoemd, of de U-Flash moet ik zeggen. Dan krijgen we de Unibus U4210. Deze biedt plaats aan 12 tot 14 personen. En in de desgewenste configuratie kunnen natuurlijk ook meer personen mee. Hetzelfde geldt voor de Unibus U4220T2. In de enkele versie biedt die plaats aan 25 personen, de dubbele versie 48 personen en de driedubbele versie 64 personen, ik zeg het goed. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies niet stilgezeten en is inmiddels de 5e generatie modules gepresenteerd. Op het Ecofest van 2019 is aan ons tentoongesteld de Unilite. En de Unilite is een lichtgewicht module die plaats biedt aan verschillende passagiersdoeleinden. En deze kan worden ingezet ook in verschillende commerciële doeleinden, mocht daar de vraag naar zijn. En dan zien we hier aan de rechterkant een vergrotende versie van de Unilite. Ik zie ook al de Unibus voorbij komen of de Unicarrot. Welke namen daadwerkelijk zou hebben, laat ik nog even in het midden. Ik heb ze alle drie genoemd, maar dus één van de drie namen zul je straks ook daadwerkelijk gaan zien. Deze module is op dit moment klaar. Deze gaat getest worden zowel op het Ecotechnopark in Wit-Rusland en het testpark in de Verenigde Arabische Emiraten. En deze module biedt plaats aan 25 personen. Ook op het vrachtvervoer is Unitsky String Technologies niet stil blijven zitten. Door de huidige pandemie waar we nu nog mee te maken hebben en waar sommige landen nog mee te maken hebben. Wij hebben er op dit moment minder mee te maken, maar sommige landen zitten daar nog minder in. Is de vraag eigenlijk meer terechtgekomen van het passagiersvervoer naar het vervoer van goederen. En dat is bij Unitsky String Technologies niet aan de Overmans oren besteed geweest. Zij hebben een module ontworpen in de vorm van een Unicont en dat is een containermodule en die kan 20 voet of 40 voet zeecontainers van A naar B verplaatsen. Onbemand, dus geheel in de stijl van Unitsky String Technologies. Dus zij kunnen wat zij met passagiersmodules kunnen ze ook met vrachtvervoer. Daarnaast is de Unitruck module gepresenteerd. Deze module wordt op het Ecotechnopark in Wit-Rusland ook getest. En het is een module om bulkgoederen te verplaatsen. Denk hierbij aan suiker of zout of mais of granen. Deze kunnen ze op hele efficiënte manieren van A naar B verplaatsen. En hetzelfde geldt voor de Unitrans. En de Unitrans is een grote lopende band. En die zou kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld steenkool of kolen te verplaatsen van mijnen naar overslaggebieden of havens. Dus dat betekent dat vrachtwagens niet meer moeilijk bereikbare bergpassages hoeven te passeren. Dus ook hier maken ze een gigantische inhaalslag en hebben ze een voorsprong op wat we nu eigenlijk kennen. En dit is het hoofdkantoor van Unitsky String Technologies. Unitsky heeft ook een eerder kantoor, of een ouder kantoor. En voor de mensen die al iets langer participeren in dit mooie project, die kennen dat ook. Maar inmiddels zijn zij verhuisd van het ene kantoor naar dit kantoor, omdat de vraag achter de schermen voor Unitsky String Technologies
eigenlijk 95 keer groter is dan dat wij in de gaten hebben. Wij zien eigenlijk een topje van de sluier. Maar achter de schermen zijn de voorbereidingen volop gaande voor de eerste commerciële trajecten. Alles moet ontworpen worden en dat gebeurt door een aantal knappe koppen, een aantal ingenieurs. Anatoly Yunitskiy zelf heeft natuurlijk altijd het laatste woord. Op het moment dat hij het goed vindt, dan gaat het naar de fabriek, waar de ingenieurs het in elkaar kunnen zetten. Dus door het ontworpen, door technici en uiteindelijk wordt het in elkaar gezet door handige handen. En dat gebeurt in deze fabriek. Deze fabriek was oorspronkelijk een kleinere fabriek, maar omdat ik net ook al aangaf dat de vraag achter de schermen groter is dan dat wij in de gaten hebben, hebben ze ook een stukje aangebouwd. Dus dit betekent dat zij hier de eerste modules zullen produceren voor de commerciële trajecten, die ook nu in voorbereiding zijn. Daarnaast ontwikkelen ze natuurlijk verschillende aspecten. Ze ontwikkelen modules en ook de technische aspecten in de modules worden ontwikkeld. Maar het kan ook zo zijn dat ze iets hebben ontworpen waarbij ze iets hebben kunnen herontwerpen wat meer innovatiever is en wat meer aansluit bij de huidige situatie, zoals we hier nu zien op de foto's. En dat testen moet natuurlijk, nadat alles is ontworpen en in elkaar is gezet, oftewel geassembleerd, moet het natuurlijk ook getest worden. En dat gebeurt op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Het Ecotechnopark is een voormalig militair tankterrein wat Yunitskiy String Technologies heeft gekregen. En inmiddels heeft Anatoly Yunitskiy met zijn team van engineers, eigenlijk met iedereen die werkt voor Yunitskiy String Technologies, dit weten om te toveren tot een volledig ecologisch, zelfvoorzienend testpark, dus eigenlijk een gigantisch grote showroom die van alle aspecten is voorzien. Hier staan natuurlijk alle testbanen op, alle verschillende type stringrails en daar wordt ook op getest. Maar overheidsdelegaties kunnen hier ook langskomen en het met eigen ogen zien. De ecohuizen zijn volledig CO2-neutraal en ook energie zelfvoorzienend. Er zit speciaal glas in. Op een van de twee ecohuizen is ook een moestuin ontworpen, zo ingericht dat het ook weer ten goede komt van het gebouw. En daarnaast is er ook akkerbouw, wat op volledig ecologische wijze wordt geteeld. Voor degene die het misschien goed kunnen zien, achteraan aan dit testpark is een kleinere waterpartij, of een hele grote waterpartij. Maar aan de andere kant van die waterpartij is een volledig ecologisch vakantiepark verrezen. Omdat Anatoly Yunitskiy de lokale bevolking ook wil laten ervaren wat hij bedoelt. Maar het is daarnaast ook een heel belangrijk aspect dat er ook weer onderzoek op wordt gedaan. Ook dus op het Ecotechnopark staan verschillende gebouwen die fungeren als laboratoria's. Dus het is geen kleinigheidje, het is niet even zo dat er een module in elkaar wordt gezet en dat maar even wordt getest. Nee, alles wordt getest van A tot Z en ook de grond. Je kunt het zo gek niet bedenken, het wordt getest. Daarnaast wordt er ook getest in verschillende weersomstandigheden. Wij hebben hier te maken met, dit is eigenlijk een unieke zomer, zullen we maar zeggen. Vrij warm, hoge temperaturen. Maar in Azië hebben ze bijvoorbeeld te maken met onophoudelijke regenbuien. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben een module letterlijk onder de douche gezet. En ze hebben gekeken, is de technologie waterdicht? Blijft het passagierscompartiment waterdicht? Nou, het geval is dat het waterdicht is gebleven. En dat deze module dus een internationaal certificaat heeft gekregen. En dat het dus ingezet kan worden voor commerciële doeleinden. Daarnaast wordt ook getest en gebouwd in winterse omstandigheden. Dus dat wil zeggen niet alleen in tropische regenbuien kan er worden gebouwd of getest. Maar ook in winterse omstandigheden kan er worden gebouwd en getest. Zoals we dat hier op deze foto zien. Daarnaast hebben ze in de afgelopen jaren ook de stringrail gemoderniseerd. Dus dat wil zeggen, ze hebben zogeheten isolatoren aangepast, ook zogeheten stukken aangepast waarbij ze de energie nog makkelijker kunnen afvangen. Er is een A en een B kant, zodat de energie ook gescheiden blijft. En zo kan ik eigenlijk wat ze hebben gedaan, de lijst alleen maar langer maken. Maar ook nu zijn ze nog bezig om een nieuwe stringrail te implementeren op het testpark. En deze is nodig omdat de vraag eigenlijk zo groot is dat ze de stringrails ook hebben kunnen aanpassen naar de maatstaven die nu nodig zouden zijn. Dus we krijgen straks op het Ecotechnopark in Wit-Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten verschillende type stringrails die identiek zijn, maar die wel worden getest op verschillende weersomstandigheden.
En dit is een foto van de stringrail, waarbij er een mogelijkheid is om de modules zowel onder als boven langs te laten rijden. Boven zien wij de U-Flash en onder zien wij de Unibus U4220T2. Dit is een bi-rail versie, want deze hangt aan twee kanten aan de stringrail. Deze foto is genomen op de Ecofest van 2019 en het geeft nu eigenlijk een hele goede indruk van hoe dat er dan uit zou zien. Modules hoeven niet meer op elkaar te wachten, dus in tegenstelling waar de NS nu wel eens problemen mee heeft, kunnen deze modules onafhankelijk van elkaar rijden van A naar B. En het geluid is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. De modules van Unitsky String Technologies produceren ongeveer een decibel van 85 dB. Dat is niet te vergelijken. Ik sprak ooit een ondernemer en die was zo gecharmeerd van het decibelpercentage dat hij zei van deze modules maken dus minder geluid dan mijn producten in de fabriekshal. En toen heb ik gezegd, ja, dat klopt. Dus die vond het zeer mooi en het was een ondernemer die heel oprecht was. Hij zei van, ik zie eigenlijk niet de participatie die ik nu zou kunnen doen, hè, oftewel de investering. Maar ik zie wel het potentieel en ik zou zo graag de intermediate supports voor dit bedrijf willen maken. Want ik zie het potentieel, ik zie wat ze bedoelen en ik zie dat dit kans heeft van slagen en dat dit ook zal gaan slagen. Dus als een ondernemer die eigenlijk niet open staat voor de mogelijkheden die hij nu heeft, maar die wel ziet wat voor potentieel dit uiteindelijk heeft, mij zegt van dat het eigenlijk goed is, dan is het eigenlijk al fantastisch. We kijken er met verschillende ogen naar en dat is ook goed. En er zijn ook natuurlijk ondernemers die dit project wel steunen, zoals Bekaert, het Belgische bedrijf. En zij hebben staal geleverd voor de Hasbos, zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast hebben ook andere bedrijven dit in het verleden gedaan. En ze hebben ook Unitsky String Technologies voorzien van waar Unitsky heel veel vraag naar heeft. Dit geldt niet alleen voor staalbedrijven, dit geldt ook voor databedrijven zoals het Chinese bedrijf Lenovo. En zo kan ik de lijst met wereldwijd bekende bedrijven die dit innovatieve transportsysteem van Unitsky ondersteunen, alleen maar langer maken. En dan gaan we van Europa naar de Verenigde Arabische Emiraten. Op dit moment is er komen en er gaan van nieuwsupdates informatie vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. En op deze sheet zien we eigenlijk hoe het eruit gaat zien, maar hoe het er nu ook uitziet. De lijn van 400 meter is inmiddels operationeel en volledig gecertificeerd. Het houten ecohuis is inmiddels operationeel en dat is het enigste houten huis in de hele Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast zien we nog een foto van schuin bovenaf, hoe dat eruit gaat zien. Dus al met al zullen wij straks deze gebouwen ook in realiteit gaan zien. En dit is de eerste lijn van 400 meter. Deze lijn is onder toeziend oog van de Sheikh van Sharjah en de CEO van het Sharjah Research and Technology Center, waar Unitsky String, of het U-Sky Test and Certification Center onderdeel van uitmaakt, in gebruik genomen. Dus het is niet zomaar een klein stukje wat hier gebeurt. Unitsky String Technologies krijgt de volledige ondersteuning van de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten, van de Sheikh van Sharjah. Hij wordt ondersteund door de CEO van het Sharjah Research and Technology Center. Dus het is geen kleine kleinigheid wat hier gebeurt. En misschien vraag je dan af, wat is dan de rol van het Sharjah Research and Innovation and Technology Center. Zij fungeren als hub. Zij hebben de contacten met overheidsdelegaties. Denk aan koningen, presidenten, CEO's van grote bedrijven. En zij brengen die eigenlijk in verbinding met onder andere Unitsky String Technologies. Dus hoe mooi wil je het hebben? En het enige wat Unitsky String Technologies moet doen is ervoor zorgen dat zij hun woord waar kunnen maken en nakomen. En in 2018 was het natuurlijk 3D. En goed, er zijn natuurlijk altijd mensen die sceptisch zijn en dat is ook goed. Maar we zitten inmiddels in 2022 en we kijken naar de realiteit. Dus wat in 2018 3D is, is nu realiteit. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de testen. Wat ooit begon als een 3D-berekening of een berekening via de computer, is inmiddels realiteit. Er wordt getest zowel op vrachtvervoer als op passagiersvervoer. Op de lijn van 400 meter.
En sommigen van ons zullen denken, ja, maar dat is een mini-container, dat gaat eigenlijk helemaal nergens over. Het is heel belangrijk om te weten dat de modules van Unitsky String Technologies, als ze in hun testfase zitten, vaak 5, 6 keer, 8 keer zwaarder worden beladen dan noodzakelijk is. En waarom is dat? Dat is om te kijken, houdt de stringrail het, houdt het metaal, houdt het materiaal het? Want we kunnen ons niet veroorloven als wij eenmaal op de markt zijn en een module zou van de stringrail afkomen of de stringrail zou breken wegens metaalmoeheid. Dat kunnen we ons niet veroorloven, Unitsky ook niet. En daarom zegt Anatoly Unitsky met zijn team van engineers, wij willen alles zo goed mogelijk getest hebben. En als dat eenmaal is gedaan, dan kan het natuurlijk gecertificeerd worden. Het moet natuurlijk ook getest worden op calamiteiten. En wat nu als er een module niet meer van zijn plaats afkomt, dat niks meer werkt, dan is er altijd nog een plan B, C, D, E, waarbij mensen op een efficiënte manier de module kunnen verlaten. Goed, ik kan me voorstellen dat als je hoogtevrees hebt, dat het niet prettig is. Maar dan is de vraag heel simpel, wat vind je belangrijker? Om op een goede manier naar de grond te komen of om daar te wachten tot misschien hulp die heel lang op zich zou kunnen laten wachten. Dit is natuurlijk in een hele extreme situatie. Want normaal gesproken is het wel zo dat de modules elkaar kunnen helpen en dat de motorwielen die aan boord zijn van deze modules alsnog kunnen functioneren. En dit alles is gecertificeerd. Dus we hebben gekeken naar modules die inmiddels zijn gecertificeerd. Dus dat betekent dat ze kunnen in worden gezet voor commerciële doeleinden en straks ook ingezet gaan worden voor de eerste commerciële trajecten. Dus mensen kunnen met een veilig gevoel instappen. Daarnaast is ook de vestiging in de Emiraten voorzien van een ISO-certificaat. En wat is een ISO-certificaat? ISO is een internationaal georiënteerde organisatie. En die doen eigenlijk audits van bedrijven. En op het moment dat een bedrijf de audit is gepasseerd, kunnen zij in aanmerking komen voor een certificaat. Dat is een heel zwaar proces. Dus denk niet dat je dit door middel van een zak centen of een zak geld die je aanbiedt kunt krijgen. Nee, dit zijn hele zware audit. De vestiging in Wit-Rusland heeft hem gehad en nu ook de vestiging in de Emiraten. Daarnaast is ook de vestiging in de Emiraten verheven tot wetenschappelijk bedrijf, tot scientific organisatie. Dus dat betekent dat we nu eigenlijk te maken hebben met een start-up die wetenschappelijk opereert. Nou, Anatoly Unitsky is enkele weken of enkele maanden geleden zelf naar de Emiraten afgereisd om de enkelsupports met eigen ogen te beoordelen of het klopt wat hij heeft berekend, of dat ook daadwerkelijk zo functioneert. Nou, dat is inmiddels het geval. Dus de enkelsupports zijn bevestigd aan de stations en zo ziet het er dan uit. Dan zien we het opstapstation aan de rechterkant van de buitenkant en we zijn inmiddels een stukje verder. Dus we zien ook wel dat de stringrail voor de eerste paar meters is gespannen en inmiddels zijn ze nog verder. Dus dat betekent ook wel dat de eerste stringrails de eerste string is gespannen van de enkel support naar de intermediate supports. Deze foto's kun je terugvinden in onofficiële foto's, maar het laat ook zien in officiële foto's die worden vrijgegeven hoe ver ze zijn. En dit is een officiële foto die is vrijgegeven en dit is een foto die is genomen op het dak van het containerdepot. Dit is hoe we kijken naar lijn 2. Dus lijn 4 is inmiddels, daar wordt de stringrail gespannen en lijn 2 wordt inmiddels nu ook gewoon volledig klaargestoomd. En als je dan heel goed kijkt, maar dan moet je heel goed kijken, want ik realiseer me dat de foto een beetje klein is. Maar dan kun je zien dat de stringrail al wel is gespannen op lijn 4 van de ene intermediate support naar de andere intermediate support. En dit is een groot model wat Unitsky String Technologies heeft gemaakt voor de Expo 2020 in Dubai. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben mensen de mogelijkheid gegeven om, als ze de stand van Wit-Rusland bezochten en enthousiast zijn geraakt over de video die daar werd gepresenteerd, om met een bus van Dubai naar Sharjah te rijden, waarbij ze een complete experience, een ervaring zouden kunnen krijgen wat Unitsky String Technologies inhoudt. Dus ze kregen eerst een rondleiding op het testpark in Sharjah. Een rondleiding waarbij ze dit model konden bezichtigen. En het mooie van dit model is, en ik heb het met eigen ogen gezien, ik heb ook de mogelijkheid gehad om af te reizen naar Sharjah. Met SkyWorld Community moet ik bij zeggen. Maar alle modules, alle miniaturen werken.
Dus mensen hebben dus een complete experience gekregen en hebben dus ook de ervaring kunnen krijgen hoe het is om met module te reizen van Unitsky String Technologies. En dan de toekomst van Dubai. Hoe staat het er nu mee? Er zijn verschillende verhalen die de ronde doorgaan. En ik wil eigenlijk hierbij op het hart drukken. Volg enkel de officiële kanalen. Op het moment dat Unitsky iets bekend maakt, dan is het officieel. Ik weet dat er verhalen gaande zijn dat de autoriteiten al iets zouden hebben ondertekend. Maar het is nog niet officieel. Unitsky heeft dat nog niet naar buiten gebracht. Dus wees heel voorzichtig in het aannemen van deze informatie. Het is wel zo dat de autoriteiten van Dubai nu bezig zijn met te kijken wat het beste zou passen voor hun aanvraag. En dat is een vraag van een traject van 15 kilometer lang met meer dan 21-tal stations. En zij zijn daar nu naar aan het kijken welk bedrijf het beste in aanmerking zou kunnen komen. Er zijn 4 bedrijven die zich daarop hebben ingetekend, of iets meer zelfs. Unitsky String Technologies is een van die bedrijven, staan er ook het beste voor. Als we kijken naar visualisaties die de autoriteiten van de Emiraten van Dubai vrijgeven, dan zien we ook constant dat de visualisaties van Unitsky String Technologies worden gebruikt. Zodra de officieel bericht hiervan vrij wordt gegeven, zal ik dat ook met jullie delen. Maar dan kun je er ook vanuit gaan dat het officieel is. Als ik het kort samenvat, dan is het innovatieve transportsysteem van Unitsky CO2-neutraal, milieuvriendelijk, een goedkopere manier om te implementeren. Het is eigenlijk een betere optie voor mens en natuur. En zo kan ik de lijst alleen maar langer maken. Wil je meer informatie hebben, dan verwijs ik je naar www.skyway.capital en daar kun je heel veel informatie over terugvinden. Dan gaan we naar de updates, natuurlijk ook altijd een belangrijk aspect. Eigenlijk is alles begonnen met de aanvraag van CNN. En CNN heeft een aanvraag gedaan of zij een reportage zouden mogen maken op het testpark in de Emiraten in Sharjah. Nou, dat heeft natuurlijk gemogen. Degene die al iets langer dit project omarmen en volgen, zijn ook op de hoogte van hoe die reportage eruit ziet. Maar daarna is er een stortvloed van aanvragen gedaan en ontstaan door nieuws. Organen wereldwijd van allerlei continenten, allerlei landen, die eigenlijk heel graag een bericht wilden doen van wat daar in Sharjah nu gaande is. Wat gebeurt daar? Want er gebeurt zoiets unieks, dit kennen wij niet. Toen de Unitsky String Technologies begon met zijn idee, waren heel veel overheidsorganen heel erg negatief. Niet alleen mensen waren sceptisch, maar ook overheidsorganen. Maar diezelfde overheidsorganen komen nu terug op eerder gemaakte standpunten. En die geven nu ook aan van Unitsky String Technologies is eigenlijk een van de beste oplossingen. Een van de beste bedrijven, systemen of totaalconcepten die wij zouden kunnen implementeren, dan wel moeten implementeren binnen niet bestaande infrastructuur, oftewel steden die nog gebouwd moeten worden, dan wel bestaande infrastructuur. Dit is een artikel dat is vrijgegeven door een van de mediabedrijven, maar het laat wel zien dat mensen in de vorm van overheidsorganen die sceptisch waren of negatief waren, dus terugkomen op gedane uitspraken. Dus dit is eigenlijk alleen maar koren op de molen voor de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Daarnaast is het een komen en een gaan van overheidsdelegaties, bedrijfsdelegaties. En dit is koning Letsi III. En koning Letsi III besloot een bezoek te brengen aan het testpark in Sharjah op dezelfde dag als dat ik daar was. Ik heb hem met eigen ogen gezien, maar voor mij was het een normale passant en ik heb niet in de gaten gehad dat ik eigenlijk 5 meter... 5 meter afstand stond van een koning. Nou, koning Letsi III heeft dezelfde rondleiding gehad, dezelfde ervaring gehad. En na afloop hebben zij de gesprekken gestart voor de mogelijkheid om een lijn te realiseren van het land Lesotho, wat zijn grens deelt met Zuid-Afrika en naar de Durban en havenstad in Zuid-Afrika. Dus Lesotho is heel erg geïnteresseerd om daar een lijn in te implementeren. Niet alleen Lesotho is heel erg geïnteresseerd, maar ook Rwanda is heel erg geïnteresseerd. Dat is ooit begonnen met een bezoek van Emmanuel Hategega en hij is de ambassadeur van Rwanda en hij was heel erg enthousiast en nadien heeft hij opnieuw een bezoek gebracht en heeft toen de vrouw Claire Akanji, als ik het goed uitspreek en anders excusé, meegenomen. En Claire is een hele belangrijke vrouw binnen Rwanda. Zij is verantwoordelijk voor de
de koers die Rwanda gaat varen in de nabije toekomst. Dus Rwanda is nu bezig om een inhaalslag te maken, dus eigenlijk te modernificeren. En zij zijn heel erg geïnteresseerd in het innovatieve transportsysteem van Unitsky String Technologies, of U-Sky Transport, zo je wil. Dus zij zijn de onderhandelingen gestart. En als je goed naar de vorige foto hebt gekeken, heb je kunnen zien dat Anatoly Yunitskiy zelf de presentatie heeft gegeven. Dus op het moment dat Anatoly Yunitskiy zelf de honneurs waarneemt, dus zelf zichtbaar is op foto's, kun je eigenlijk al ervan uitgaan dat daar meer gaande is achter de schermen. En dit is dan een sheet met informatie hoe zo'n traject eruit zou kunnen zien. En dit is een traject wat ze willen hebben, waar ze serieus aan het kijken zijn, van de internationale luchthaven in Rwanda naar de stad Kigali. En dat is een traject van ongeveer 20 kilometer. En ze zijn nu aan het kijken welke modules zouden wij hier het beste op kunnen inzetten. Is dat de Unica U44-3101, speciale variant voor de tropische versie? Of is dat een Unilight module, zoals ik in het begin van mijn presentatie ook heb aangegeven in de rolling stock? Dus al met al kijken wij hier nu naar de voorbereidingen van een commercieel traject, hoe dat eruit zou kunnen zien. Daarnaast, wat ik net aangaf, is een komen en gaan van delegaties. Bedrijfsdelegaties, overheidsdelegaties, bedrijven uit India. In het verleden is er natuurlijk vanuit India ook een hele hoop nieuws naar buiten gebracht en is dat op een laag pitje komen te staan. Maar inmiddels is India ook weer gewoon op het toneel en brengen zij ook bezoeken aan het testpark in de Emiraten. Niet alleen in de Emiraten worden de bezoeken gebracht, maar ook in Wit-Rusland gebeurt dat. Dus zo zie je dat op verschillende continenten overheidsdelegaties, bedrijfsdelegaties hun bezoeken blijven brengen. En dit is een zeer invloedrijk persoon uit Rusland, die ook een bezoek heeft gebracht aan het testpark in Wit-Rusland. En die dat ook met eigen ogen heeft gezien. Dus je ziet dat niet alleen mensen in de Emiraten komen kijken, maar ook nog steeds mensen komen kijken vanuit Rusland naar Wit-Rusland en vanuit de andere kant. Dus zo zie je dat alle testparken volledig operationeel zijn. Daarnaast is educatie een heel belangrijk aspect binnen Unitsky String Technologies. En zo zie je dat ze ook de samenwerkingen opzoeken met verschillende universiteiten, verschillende hogescholen. En dit doen ze op verschillende niveaus. Dus het is niet alleen in de regio, maar het is eigenlijk wereldwijd dat dat zich plaatsvindt. En dit is een iets ouder nieuwsbericht, maar niet minder leuk om dat te blijven delen. Iedereen kent Virgin Hyperloop en ook de Hyperloop waar de TU Delft mee bezig is. Stokpaardje van sommige universiteiten. Maar Virgin heeft reeds aangekondigd dat zij zijn gestopt met de ontwikkeling van de Hyperloop voor passagiers. Omdat het gewoon simpelweg niet rendabel is. Het is niet mogelijk en op dit moment niet haalbaar om een module te produceren die in staat is om passagiers op een veilige manier van A naar B te rijden, te transporteren. Wij mensen kunnen simpelweg gezegd niet tegen snelheden van 1000 km/u in een vacuüm gezogen buis. Dus Virgin Hyperloop richt zich nu op het plaatsen van goederen. Nou goed, hoe dat eruit gaat zien in de nabije toekomst is de grote vraag. Maar het geeft natuurlijk wel aan dat Unitsky String Technologies eigenlijk de zaken heel goed op orde heeft. En dit is een potentieel commercieel traject voor Vietnam. We kijken hier naar visualisaties. Dit zijn visualisaties afkomstig uit een promotievideo. En we zien op de foto Vladimir Maslov. Hij is inmiddels gepensioneerd, maar hier is hij nog steeds aan het werk. En ik ga ervan uit dat hij achter de schermen nog steeds druk gaande is om dit te realiseren. Vietnam is op dit moment een van de landen die ervoor zorgt dat de crowdfunding vlekkeloos verloopt. De Vietnamezen zetten hun schouders gigantisch hard onder. En wij kunnen eigenlijk niks meer dan minder dan respect voor deze mensen opbrengen. Want zij zijn ontzettend gedreven. Als ik kijk naar de mensen in Nederland, die zijn wat sceptisch. Wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Maar je hebt altijd een keuze. En positiviteit is in mijn optiek een keuze. En het is altijd goed om positief naar situaties te kijken, omdat negativiteit veelal tot niks leidt.
Ondanks de huidige situatie die nu al een half jaar gaande is in de Oekraïne, kan Unitsky String Technologies zowel in de Emiraten als in Wit-Rusland gewoon doorwerken, wordt er geproduceerd en zijn de bevoorradingen niet in gevaar. Deze quote is vrijgegeven door Nadezhda Kosareva. Zij is CEO van Unitsky String Technologies. Wil je dit terugvinden, dan kun je dat ook terugvinden op de site van Unitsky String Technologies. En dit is een commercieel traject in een trapsgewijze schema. Hoe ziet dat eruit? Hoe lang duurt dat? Nou, ongeveer duurt de implementatie van 0.0 een volledig commercieel traject ongeveer 24 maanden. En binnen die 24 maanden zijn er verschillende stages. Er is een feasibility studie, implementatie en zo zie je hoe dat er ongeveer uitziet. Op dit moment is het zo dat er 4 commerciële trajecten zijn aangekondigd. Alleen zijn die nog niet officieel naar buiten gebracht. Het is wel zo dat daar dus wel degelijk al voor wordt geproduceerd en dat de voorbereidingen hiervoor gaande zijn. Zoals ik in het begin van mijn presentatie aangaf, ben ik professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter. En wat is AdvaHunter? AdvaHunter is een augmented reality based applicatie die het in staat maakt om visualisaties te creëren in je eigen omgeving. Door middel van augmented reality creëer je een digitale laag over een bestaande situatie, waardoor je dus een module kunt weergeven van Unitsky String Technologies. Dus dit maakt dat je niet meer afhankelijk bent van 3D-tekeningen, die worden vrijgegeven vanuit het bedrijf. Maar dat je dus zelf in staat bent om deze visualisaties te maken. En die je dus zou kunnen delen met mensen die heel erg benieuwd zijn. Of bijvoorbeeld private instellingen die belang zouden kunnen hebben bij de implementatie van een traject zoals Unitsky String Technologies hem aanbiedt. Dus hier zien we op de foto wederom verschillende mogelijkheden. En het mooie is dat onze hersenen geen verschil maken tussen werkelijkheid en fantasie. Dus op het moment dat wij deze module detecteren met onze ogen, zullen onze hersenen dit als werkelijkheid aannemen. En dat betekent ook dat het hartstikke goed is voor de beleving en dat je eigenlijk de beleving nagenoeg kunt nastreven. Dus voor mensen die niet de mogelijkheden hebben om naar het Ecotechnopark in de Emiraten of naar het testpark in Wit-Rusland af te reizen, is het een zeer goed alternatief. Ik maak op professionele basis visualisaties. Mijn visualisaties worden gebruikt in verschillende presentaties wereldwijd. En dat is voor mij een bijzondere eer. Daarnaast ben ik ook tester van de applicatie. Dus ik test de applicatie in verschillende weersomstandigheden. En ik zorg eigenlijk voor dat de applicatie zo goed mogelijk functioneert en dat het ook zo goed mogelijk waarheidsgetrouw is zoals wij dat kennen, omdat ik dat erg belangrijk vind. En hier hebben we nog bijna als laatste gedeelte van mijn presentaties Anatoly Unitsky in gesprek met vertegenwoordigers van de autoriteiten van Abu Dhabi. Dus wederom Anatoly Unitsky aan tafel. Dan kun je er dus van uitgaan dat daar verregaande gesprekken plaatsvinden. En dit zijn gesprekken voor 3 commerciële trajecten in Abu Dhabi. Hoe die er eventueel uit gaan zien, dat is natuurlijk de grote verrassing. Maar dit laat wel zien dat er serieuze gesprekken gaande zijn. En hetzelfde geldt voor deze update is iets jonger. Dit is een man uit India. Die is afgereisd naar het testpark in Sharjah. Heeft daar een presentatie gekregen van Anatoly Unitsky zelf. India is zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Dus op het moment dat je Anatoly Unitsky eigenlijk aan tafel hebt en eigenlijk een presentatie persoonlijk zelf van krijgt, dan kun je al ervan uitgaan dat er verregaande ontwikkelingen plaatsvinden om commerciële trajecten in de nabije toekomst te realiseren. En dat is dit als laatste van mijn presentatie, ook nog wel even leuk om te delen. Voor de mensen die het leuk vinden om te participeren en te netwerken, is er eigenlijk nu een challenge gaande. En een van de winnaars van de afgelopen challenge is een Nederlander geweest, een topexpert in Nederland. En die heeft de challenge gewonnen. Hij was helaas niet in staat om naar Turkije af te reizen. Daardoor hebben mijn collega Nettie Sommers en ik zelf de mogelijkheid gekregen om naar Turkije af te reizen. En zijn prijs voor de topexpert persoonlijk in ontvangst te mogen nemen. Wij hebben daar ook gesprekken gehad met de boardmembers. Zoals jullie op de foto kunnen zien, zien jullie mij staan met František Solar en Alexei Sukurdejev. Moet ik zeggen. En we hebben een presentatie gekregen van wat er gaat gebeuren na de 15e stage. Dat is gigantisch veel.
Dat is gigantisch mooi. Dat is ook voor de dividenden natuurlijk een heel belangrijk stuk van de meeste mensen willen weten. Hoe zit dat er nou? Nou, die informatie is ook met ons gedeeld. En wat wij zullen doen is deze informatie met jullie gaan delen op offline presentaties. En dat is niet omdat wij dit niet jullie willen vertellen in een webinar. Maar dat is omdat wij jullie goed willen vertellen en dat de informatie zo complex is. Dat het alleen maar dat het eigenlijk goed is om dat op een offline presentatie te doen. Omdat we dan interactie met jullie kunnen hebben. Als jullie vragen hebben, kunnen wij die direct beantwoorden. En dat kan niet in een webinar, want in feite ben ik nu in de webinar enkel aan het zenden. Maar goed, het geeft wel aan wat er gaat gebeuren. Wil je graag weten wat er gaat gebeuren, meld je dan aan voor de eerstvolgende presentaties. Het is nog even kijken waar we die gaan gaan vinden. Maar het is eigenlijk een aanrader om even te komen. Het was een bijzondere eer om de prijs voor deze top-expert in ontvangst te mogen nemen. Wil je meer informatie over de challenge, dan kun je dit terugvinden in je account of in je back-office. En dit zijn de informatiekanalen die je kunt raadplegen. Ik heb ze hier eigenlijk allemaal op een rijtje gezet. We beginnen met de bovenste. Dat is je persoonlijke account www.skyway.capital. Daar kun je informatie vinden, maar ook je eigen account. Dan krijgen we de Skype groep. Dat is een nieuwe Skype groep die ik in het leven heb geroepen. Ik wil eigenlijk met een schone lei gaan beginnen. Iedereen die goede informatie wil hebben, die correcte informatie wil hebben, die niet geconfronteerd wil worden met informatie van netwerkers die er eigenlijk niet toe doen. Je bent van harte welkom in deze groep. Dit is enkel geverifieerde en officiële informatie. Ik vind dat belangrijk. Ik heb de afgelopen periode daarin heel veel geobserveerd en ik heb gekeken wat zou kunnen helpen. En ik ben tot de conclusie gekomen, samen met Nettie Sommers, om een nieuwe Skype groep te openen. Dus mocht je jezelf daarvoor willen aanmelden, ja, je bent van harte welkom natuurlijk. Dus dat is één van de kanalen. Daarnaast hebben we een Telegram kanaal. Mochten alle kanalen uitvallen, dan is er altijd nog een plan B, C, E. D, E moet ik zeggen. Dus een Telegram kanaal. Toegang is gratis. Je bent van harte welkom. Hier delen we alle informatie, alle updates. Hetzelfde zal gelden voor de nieuwe Skype groep. Dan hebben we het officiële bedrijf van Unitsky String Technologies. Dat is www.ust.ink. Zoals je dat hier ziet staan, dan krijgen we de persoonlijke site van Anatoly Unitsky in de vorm van www.unitsky.engineer. En dan sluiten we af met de Facebookgroep voor Nederland en België. Daar deel ik ook heel veel informatie op en daar beheer ik ook heel veel op. Mocht je vragen hebben, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom om ons direct aan te spreken. Mocht je ergens mee zitten en niet meer mee uitkomen, dat kunnen veelal technische vragen zijn, dan is het mogelijk om mij of mijn collega Nettie Sommers te bellen. Wij zijn niet bereikbaar voor vragen van, ik zit al vanaf 2017 in het project en ik ben eigenlijk de rode draad kwijt. Zou je ons willen vertellen hoe het er nu voor staat? Dat doen we niet, dat neemt ontzettend veel tijd in beslag. Natuurlijk realiseren we ons dat sommige mensen die langer bij dit project zijn betrokken, het contact met hun upline zijn kwijtgeraakt. Neem dan zeker even contact met ons op, zodat we jullie wel weer even op het juiste pad kunnen krijgen. En dan zullen we jullie ook direct toevoegen in een van de informatiekanalen. En in ieder geval wegwijs maken in de veranderingen van het account. Dus ja, mocht je met dergelijke vragen zitten waar je niet uitkomt, we streven ernaar om 100% op te lossen. We hebben inmiddels ook de toezegging persoonlijk van de board dat ze ons specifiek voor Nederland gaan helpen. Daar gaan ook voor Nederland wat mooie, eigenlijk mooie dingen aankomen. En zodra wij dat met jullie mogen delen, zullen wij dat ook acuut met jullie gaan delen. Ik ben hierbij aan het einde gekomen van mijn presentatie en ik wil jullie dan ook ontzettend danken voor jullie tijd, aandacht en energie op deze warme 25e dag van augustus 2022. Ik hoop jullie te mogen verwelkomen op een van de eerstvolgende webinars die Nettie Sommers gaat geven op aanstaande dinsdag. Mocht je tijd over hebben, je bent van harte welkom. Mocht je dat niet hebben, geen probleem, dan hopen we jullie te mogen verwelkomen op een van de eerstvolgende presentaties. En dan rest mij weinig anders te zeggen dan jullie een hele fijne avond te wensen en een hartelijke groet toe te wensen. Dankjewel voor jullie tijd, aandacht en energie. Fijne avond. Groetjes.